Go Nuts Donuts. Zo heet die winkel. Go Nuts Donuts. Dan hebben we hier de Pancakes International. Wat? Yo kijkers, welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie zien zijn we bij City Skylines. Iets wat heel vaak onder de video's is achtergelaten, om zomaar te zeggen. Als ik vroeg van wat willen jullie zien, of ik deed het op Twitter, kwam er heel vaak City Skylines. Alleen ik had nooit zoiets van ik ga ermee beginnen, omdat ik eigenlijk best wel een noob ben in dit spelletje. Ik heb het wel eens vaker gespeeld, ik weet niet. Ik kan misschien wel eventjes ondertussen gaan kijken wat ik allemaal had. Deze stad, Lood. Nou, ik kan even laten zien wat ik heb gemaakt. En dit was op zich een van mijn best lopende dingen toen. Deze is met echt geld. Zoals jullie kunnen zien, dit was mijn best lopende stad. Ik heb hier zo een hele woonwijk, ik heb daar een hele woonwijk, ik heb daar een woonwijk. Hier is waterreservaten en weet ik veel wat allemaal. Het was op zich best wel een lekkere map. Alleen uiteindelijk begon iedereen ziek te worden, kreeg niemand meer genoeg stroom en weet ik veel wat allemaal. Heb ik het toen helemaal vergooid, zeg maar. Maar in ieder geval, dit is ja, best wel een leuk iets. Ik vind City Skylines ook wel leuk om op te nemen. Alleen ik zal wel veel van jullie tips nodig hebben. Oh, hij is nu opeens veranderd naar oneindig veel geld. Omdat ik die mod aan heb gezet. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar zoals jullie kunnen zien, mijn stad liep in de plus. Dus dat was op zich wel erg goed. Ik weet niet of ik nog meer load games heb. Ik heb hier blijkbaar nog eentje. Ik kan het jullie even laten zien. Dit is nog een stad die ik heb gemaakt. Alleen, kijk, hier zo. Dit was mijn grootste stad. Nevermind. Ik dacht dat die andere het was, maar het is blijkbaar deze. Dit was mijn grootste creatie. Het is hiermee begonnen. Dit was in principe wat jullie er net zagen. Deze vier wijken. En dan hier allemaal industrieel gebied. En hier heb ik zelfs dit stuk er nog helemaal bij. Met hier weer een nieuwe snelweg erbij. En hier nog weer een woonwijk. En hier nog weer een woonwijk. Alleen hier ging het uiteindelijk fout. Maar ik wil dus nu een stad gaan maken. En dan met jullie kijkers als hulp, zeg maar. Ik weet dat jullie hier vaak wel goed in zijn. Ik wil ook eigenlijk aan jullie vragen van wat gaan we nou doen? Gaan we geld aanzetten of uitzetten? Ik vind geld uit aan het begin altijd wel chill, to be honest. Die andere twee werelden waren trouwens met geld aan het begin. Maar wat het is als je geld aanzet aan het begin, is het gewoon lastig om eenmaal een lopende stad te krijgen. Om een beetje variatie te doen, ga ik lekker vandaag Sandy Beach. Ik weet niet of dit een goede plek is. Maar we gaan hier gewoon even lekker beginnen kijken wat we hiervan kunnen maken. En ik hoop dat jullie hulp van pas gaat komen. Want ja, ik weet al bijvoorbeeld niet hoe je echt een goede snelweg aanlegt aan het begin. Wat ik over het algemeen eigenlijk doe, is gewoon op de snelweg, hier dus. Wacht even, ik moet mijn map draaien, zo. Ik begin altijd met heel eventjes dit te doen. Even een beetje verpesten eigenlijk. Zo te verbinden, want dan unlock je die andere wegen en haal ik dat middenstukje weer weg. Vind ik altijd wel chill, want dan heb ik gelijk deze en deze en deze allemaal. En dan hou ik meestal het eenrichtingsverkeer aan en dan maak ik zeg maar hier een boog. Oh, moet ik wel bogen aanzetten. En dan doe ik altijd een kleine rotonde zelf maken. Zoiets, even kijken. En dan zoiets. Ik maak het nu eventjes sneller, mensen. Maar even kijken, een kleine rotonde maak ik dan altijd. Deze is niet heel erg nice. Kan wel iets zo. Ja, nou ja, dikke prima. En dan doe ik meestal nog het weggetje even recht. En dan verbind ik deze twee, zodat ze als ze de rotonde rondrijden, ze weer deze kant op kunnen. Zodat ze in ieder geval elke kant op kunnen. Dit is dan wel chill op zich. Maar dan vergeet ik altijd, of dan weet ik altijd niet wat ik precies moet doen met bijvoorbeeld de factories en zo. Want ik wil dan meestal hier zo ergens factory gaan maken. Want je moet het niet te dicht bij de woonwijk doen. Dat weet ik dan weer wel. Alleen, je kan hier niet echt één of twee richtingsverkeer doen. Of jawel, dat kan trouwens wel. Ik moet hem heen en weer hebben. Dus deze eigenlijk, denk ik. Of voor snelweg is. Kan het dit? Nee, dit kan niet. Kan ik hem vanaf dit kruispunt? Ja, dat kan wel. Maar dat moeten we eigenlijk nog helemaal niet. We moeten een klein beetje juist aan fabrieken hebben. Dus we doen gewoon even simpel. We doen hier gewoon een lijn volop met fabrieken. Die doen we even naar boven doortrekken. En dan laten we hem hier weer op uitkomen. Kan dat? Dat is eigenlijk niet echt chill bij een rotonde dat je meerdere uiteinden hebt. Wat ik wel kan doen is zo.
denk dat dit wel nice is. Dit is dan het gebied waar industrie komt. Vind ik wel chill. Maar ik wil wel een beetje met jullie... ja, met jullie tips. Want kijk, misschien doe ik het hier nu wel helemaal fout hoor. En ja, ik heb nu geld toch uitstaan. Dus dat is op zich niet zo heel erg. Maar... even kijken, waar wil ik dan een woonwijkje maken? Dat moet gewoon, ook, ja, laten we dat ook gewoon met deze weg doen. Dan gaan we dan deze kant op. Hier wil ik dan een woonwijk, zeg maar. Dus even kijken. Op zich wel leuk om dat dan zoiets te maken. Even kijken, dan maken we ook een soort van vierkantje. En dan wat ik dan meestal doe, is van die weggetjes ertussen trekken. Zodat je eigenlijk die kleine space, die opvulstukjes die je hier hebt... Die zijn dan weg. Kijk, als ik hier zo bijvoorbeeld... Hop, dan heb je dat niet meer. En dan moet je dan eigenlijk bij elk stukje doen. Wordt het niet super mooi van. Maar krijg je wel heel veel plek voor huisjes. Zo. En dan moeten we natuurlijk water aan gaan leggen. Oh, oké, hier komt het water helemaal vandaan. Zit er eigenlijk wel stroming in? Ik mag hopen van wel. Even kijken, hoe deden we dat ook weer? Nee, niet door die helft. Nee, we moeten kijken van... Oh, water gewoon natuurlijk. Er zit geen stroming in het water. Tenminste, de stroming loopt vanaf hier en hier staat het stil. Dus dat is best wel heel erg vervelend. Want je hebt natuurlijk de afvalstort. Die zouden we dan hier ergens moeten leggen. Want de stroming gaat hier toch wel weer die kant op. En je hebt natuurlijk de water waar het water binnengehaald wordt. En als die moeten dan allebei hier. Dus even kijken, dan moeten we dus bij watervoorzieningen... en dan doe ik meestal deze pomp. Dit is de... Even kijken, dit is de afvalbuis. Die moet dan hier. En dit is de pomp. Die moet dan hier. Zo. En dan zou ik in principe de aansluiting moeten leggen. Ja, ik maak het dan altijd gewoon... zo efficiënt mogelijk. Ja, dit is wel heel veel. Dit kun je natuurlijk normaal niet doen in een freeplay, mensen. Maar kijk, nu is dit helemaal voorzien van water in principe. En als het goed is... kon ik deze dan via deze kant laten gaan, zo. En als ik die dan daaraan verbind, is het volgens mij al goed. Toch? Ik durf het niet te zeggen oprecht. Maar als het goed is, water ligt er. Dus hier staat de waterpomp. Daar is de afvaldump. Nou hoop ik niet dat die twee met elkaar in botsing komen. Ja, nu is er nog stroom nodig. Dat had ik ook nog niet natuurlijk. Wat ik dan meestal doe, is hier zo bij het water... Omdat daar toch geen huizen zitten, plaats ik altijd een aantal... Ja, daar heb ik aan het begin natuurlijk nooit geld voor om 4 van die dingen te plaatsen. Maar zo is er in ieder geval stroom. En dan doe ik meestal in de stad ongeveer bij... ja, wat is verstandig? Nou, hier zo kan wel. Dan doe ik hier altijd zo'n generator als het ware. En die laat ik dan doorlopen tot hier. Want als hier eenmaal een huisje staat of een fabriek, wordt dat helemaal doorgestuurd naar al die andere huizen. Hetzelfde geldt voor hier. Zo, hoppakee. En dan wordt het nu wel eens tijd om wat huisjes neer te leggen. Ja, als jullie het anders zouden doen, laat het alsjeblieft weten in de reacties, mensen. Dat is voor mij alleen maar handig. Hier wat huisjes. Zo, gelijk heel veel. Ja, dat kan als je met oneindig veel geld speelt. Anders kan dat niet natuurlijk. En dan doen we hier wat winkelpanden, zo. En dit is dan fabriek. Hoppakee, zo, helemaal fabriek. Zo. Kijk, nou kan dus hier zo kan dan niet van die afvalstoffen van de fabriek terechtkomen. Dus dat is nice. Dan moeten we alleen nog wachten tot er wat dingen geplaatst worden. Nou, dan doe ik meestal even op 3 keer snelheid. Dan gaat het een stukje sneller. En dan kunnen we het een en ander plaatsen. Even kijken, er wordt nu al wat gebouwd. Dan gaan ze zo meteen eerst klagen dat ze zonder stroom zitten, omdat hier nog niks wordt gebouwd. Waarschijnlijk, of niet? Is de stroom ver genoeg? We gaan even kijken, dat kunnen we hierdoor zien. Het is nog niet gepowered. Kijk, dat dacht ik dus al. Shit, dit is wel heel erg naar. En er staat ook dat er geen water is. Oh nee, die liggen net buiten het water. Oh, wacht even. Dan moet ik even... Oh, dit is zo lelijk. Moet dit nou echt? Wat is, waarom? Out of city limits? Oh, wat? Blijkbaar heb ik iets verkeerd geplaatst. Nou ja, dan doen we maar eventjes zo. Kijk, dan hebben ze hier in ieder geval ook water. Zo. Nou, heel lelijk. Ik weet het, mensen. Stroom hebben ze ondertussen volgens mij ook. Want even kijken. Is dat doorgegaan? Ja, kijk. Alles wordt gepowered. Die wordt gepowered. Want hier komt natuurlijk de elektriciteit vandaan, mensen. En dan hebben we op zich... Even weer die uitzetten. Dan hebben we op zich best wel al wel wat gedaan. Als we nu eventjes die uit kunnen zetten. Vind ik altijd wel leuk om daar overheen te kijken hoe dat eruit ziet dan.
Hier heb je wat winkeltjes. Wat is dit? Go Nuts Donuts. Zo heet die winkel. Go Nuts Donuts. Dan hebben we hier de... Oh, Pancakes International. Wat? Yakisoba. Wat de fuck is dit allemaal, joh? Het ziet er wel allemaal heel netjes uit, zo. Er wordt nu natuurlijk nog meer gebouwd. Hier moeten straks fabrieken komen. Alleen ik snap niet waarom dat niet helemaal doorgaat. Want er zijn nu wel mensen die je huis hebben, maar... Nou, op zich, het is ook nog niet nodig. Maar het wordt ook nog niet gebouwd. Dus ik heb geen flauw idee. Zoals je ziet, de populatie in mijn stadje neemt nu wel op. Alleen, het geld staat zwaar in de min. Maar dat heb ik altijd aan het begin. Meestal pas na een tijdje dat je de stad hebt, begint het een beetje te lopen. Heb ik hem op pauze gezet? Oh, ik heb hem voor... Ja, ik had hem op pauze gezet. Krijg nou wat, joh. Ik denk al, waarom loopt het nou niet door? Oké, als het goed is moet er nu elk moment hier een fabriek uit de grond gestampt worden. En het wordt donker in de stad. Dat is ook wel leuk om te zien als je dan hier beneden gaat kijken. Je ziet ook allemaal auto's rijden nu. See more information about buildings, vehicles by clicking then. Ja, kijk. Kun je ook kijken hier zo. Dat is ook wel leuk altijd. Nou, hier kun je eigenlijk nu op dit moment niks aan veranderen. Maar je ziet hier dat het hier een rode lijn is. Des te roder de lijn, des te slechter. Nou, je ziet in mijn stad dat er helemaal niks oranje of rood is. Alles kan gewoon heel makkelijk doorrijden op dit moment. Omdat ik, ja, eigenlijk heb ik het best wel makkelijk gedaan. Alleen dit is niet helemaal optimaal natuurlijk. Ho. Eigenlijk zou je vanaf hier ook nog daarheen moeten kunnen, denk ik. Nou nee, dan creëer je weer heel veel drukpunt op de rotonde. Even kijken. Nou, fabrieken worden ook gebouwd. Dus even kijken, hoe gaat het daarmee? Oh, moet ik deze kant op? Dat scrollen is altijd nog heel erg vervelend. Nou, kun je wel zien, hier zijn allemaal fabrieken. Niet in de buurt van de huizen, want dan krijgen ze overlast ervan. Gaan mensen klagen, worden ze ziek door de afvalstoffen. En weet ik voor wat allemaal, moet je niet hebben. Maar ja, dit is een klein beetje het begin, mensen. Zo begin ik tenminste altijd mijn stadjes. En ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het een heel leuk spel om zo nu en dan eens te spelen. En als ik er wat meer van zou weten door jullie tips of iets eventueel, dan ja, zal het misschien nog makkelijker gaan. In ieder geval, mensen, ik wil jullie voor nu allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Als jullie het leuk vonden, vergeet natuurlijk niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet eventjes te abonneren als je nieuw bent. En ja, mensen, dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.